naar een gloednieuwe video. Vandaag ga ik weer FIFA spelen. Ik had voor jullie een Fortnite video in gedachten met Champion Time. Abonneer zeker ook op hem. Ik zet het linkje gewoon in de beschrijving. Maar ja, Fortnite moet updaten, dus ja. Dan ga ik maar lekker FIFA spelen. FIFA Squad Battles. En ik dacht, elke video dat ik nog ga maken, doen we één zo'n pakketje, denk ik. Wacht, dit is nummer 3. Dan is morgen nummer 4. En dan doen we de laatste, ga ik zeggen. Doen we deze. En ga ik nog een pakketje kopen. Dan heb ik bloot, dus we doen er nu deze eerste twee. Wat gaat het zijn, Ik hoop echt dat het iets goeds is. Oké, kom op. Ah, dat is minder. Nou, op zich, hij is op zich wel goed. Eens kijken wat erbij zat. Oh, eentje van 75. Oké. Oké. Dan hebben we nog twee pakketten over. Ik vind het allemaal leuk. Ik wil nu heel even het volgende pakketje openen. Dat ga je niet menen. Oh mijn god. Ik word hier gek van. Ik word hier echt gek van, jongens. Dit meen je niet. Oké, jongens, ik start FIFA heel even opnieuw op. Ik zie jullie zo. Nou. Jongens, daar ben ik weer. Het was even geduld. Ik hoop dat ik dadelijk wel meteen uit kan. Wat nog maar. Ik haat dit. Als ik iets niet snap, ik haat het echt waar. Ja. Mag ik nu wel weer? Ja jongens, het is gelukt. Oh, kunnen we eindelijk het volgende pakketje openen. Gaan we dadelijk een potje doen. Oké, kom op. Laat iets doen. Oké. Nou, weer 79.
Oh, 2,79 en 1,75. Oké. Alles nog. Ik wil deze op zich allebei wel. Zo zijn we weer. Hallo. Potjesquad battles. Oh ja, vandaag zouden we de dinosaurus uitschakelen met best wel goede spelers. Dus laten we die even gaan uitdagen. Kom maar op. Oké, eens kijken. Zo niet. Ja, hoezo? Wat is er dan? Ja. Hallo. Ah. Ja, dat kan niet anders.
zit zo in de voeten van de tegenstander. Ja. Dan gaan we. Dombele. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer. Hoppa! Backflippy. Stormram. Nou, shing. Ik dacht echt dat ik hem had. Kom. Maar kom dus. Op, keeper. Kunnen we naar de Lidl? Dat doen? Nee, nog niet. Nou, maar anders ligt hij heel lang. Dan ga je zaterdag zondag mee weer boodschappen doen. Ah, hij staat buiten. Hij vertrekt de voet. Jij bent buiten bij Ella. Ja, maar ik kom op. Nou, dit is niet door. Toch? Dus tot en met februari. Die beestjes zijn echt nog niet uitverkocht. Mama, wil je maar ik vind het goed. Ik weet niet of je op de fiets gaat, dan kom je ook terug. Snap je? Kun je niet terug ophalen? Nee. Oké, tot stoplicht. Moet je bij het stoplicht zelf oversteken. Kom even de fiets op. Kom op. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Awesome. Ik wil een beetje veel acties maken. Okay, kom hier. Goed verdedigd. Iniak. Ontdek jij Iniak? Ah, hij is sneller. De bal afgezet. Hij krijgt daar geen ruimte. Kom op. Kom op. Kom op. Op weg naar de doel nu. Ha. En hij zit ertussen. Ze zaten er bovenop. En dat levert een inworpel. De tegenstander weet gewoon geen raad met die druk. Kan die doen bellen. Oh, waarom doet hij er niks mee? Ik druk 5 keer op. De knop waar je mee moet passen. Maar hij doet niks. Oké, kom op. Boom. Proberen te pakken. Dat is heel niet zo. Staat buiten. Zo, is het zo moeilijk om hier te winnen? Het is ook maar net buiten spel. Anders zou het zeker een scoringsmogelijkheid zijn geweest. Chris Smalling. Oh. Verderop.
god, hij was nog in. Dat hij uit was. Kom op, boom. Hij komt nu dichter in de buurt van de doel van de tegenstander. Goed gehad, die zit ertussen. Oké, kom op. Oh nee. Backflip. Oh. Hey. Holy shit. Met zijn borst aangenomen en dan boom. Dan gaat hij erin. Zo, al die nep handen. Oh, dat wordt goed. Oké. Eerste helft is voorbij. Spel op de kast. De tweede helft. En we hebben afgetrapt. Oké. Wordt ingeleverd. Boom. Kan die met een bellen. Oeh, daar stond iemand vrij. Dan, kom. Oh, jij? Ja? Oh nee! Zo bijna! Oké. Skills, hop! Oké. Nou nu, boom! Oh nee, dat was zo'n mooie kans. Shit. Oké, kom op. Stond hij? Geef je voor. Mooi moment om de bal voor te zetten. Remy! Ah! Ik denk dat deze bal van een verkeerd tegen de bal zelf weer van het duel af. Toch jammer hoor voor deze mogelijkheid. Kom. Ja, goedendag. Ja, het gaat nog even van het kantoor. Oh, oké. Hi. Ik zit niet meer op kantoor, maar ik kreeg net een berichtje van een werknemer van ons, Super Gills. Dat ze vanuit jullie een mail had gekregen dat er geen uren voor haar waren doorgegeven in deze week, van week 2. Gaan we. Kom, met u. Dus ik heb met even thuis ingelogd en even gekeken. Oké, kom. Ik zie dat haar uren die zijn ingevuld bij een andere persoon. Doorheen? Maar dat is een persoon die al lang niet meer bij ons werkt. Geef hem voor. Dan boem, kom op. En dan zit hij. Dus ik denk dat ik gewoon te veel met de tap bezig ben geweest. Oh, dat is zo mooi. Daarna onder haar gereden terecht ben gekomen. Dus kom. Ja, en die uren die staan. En die staan bij Simone Gommans. Die was mooi. Pasen? Ik was net aan het kijken. Mijn urenoverzicht en de jullie gehoogd inderdaad. Ik denk, die staan hier bij iemand. Ja, van week 2. Van maandag 6-1 tot zondag 12-1. Kom, die heb je. Hij is veel sneller. Ja, dat zou heel fijn zijn. Oh, let's go. Ik ga het even meegeven met de verwachting. En mocht dat niet zo zijn. Ik ga gewoon nog wel erin zetten. Ik ben hem dan wel kwijt. Ja, kom op. En dan. Wie weet, zit er nog meer voor? Nee, dat klopt. Dus
Het is 12,25 uur. Die had je goed. Super, ga ik haar dat even meegeven. Oh. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Dag. Ronaldo vandaag gespeeld. Ronaldo, jongens. Daar komt Ronaldo. Als hij nou gelijk gaat scoren, dan zo. Oeh, hij had wel een mooie kans. Oké, kom op. Oké, die zijn. Ik zei het. Nee, je staat buiten. Oh nee, hij stond niet meer. En dan geef ik hem aan de tegenstander. Goed op de bal. Is op zich wel best moeilijk kapot. Er is een wissel in voorbereiding. Quincy Promes. Huh? Quincy Promes. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. De hoekschop wordt kort genomen. Opnieuw een hoekschop. Ja, dat was een kans om de wedstrijd bespannen te maken. Moet hij weer iemand wisselen? Kom. Er wordt een speler gewisseld. Krijgt die bal? Schiet de hoekschop in de 16. Ja, nu goed in aanval. Matteo Politano. Ja, schiet er over. Gaat allemaal niet gewoon thuis wel. Maar ik heb geen hier gespeeld uit in deze wedstrijd. Nee. Het andere team hier aan de bal. Giacomo Bonaventura. Oké, kom op. Hier door. Schiet. Oh. Heb je? Goed. Oké, goed werken. Oh, nog 1 minuut. Nog 1 minuut te gaan in dit duel. Ik zei het. Giacomo Bonaventura. Iets te ver gespeeld. Die is voor de doelman. Oké, nu door. Een minuut extra speeltijd en dan wordt er afgefloten. Ashley Westwood. Kan die de bellen? Nee. En terug. En hij sluit voor het 2-0 gewonnen. Dat was wel spannend, hè? Tweede helft. Hoeveel munten hebben we erbij? 454. Verder. Oké. Hoeveel punten? 568. We zijn in ieder geval brons 1 gehaald. En we zijn bijna zilver 3. Gewoon behaald, ik weet het. Nou, toen jullie hebben gekeken naar deze video, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te abonneren, te liken. En ik check jullie bij de volgende video. Peace out.